Vandaag, wat is de beste mesh networking set voor wifi in je hele huis? Voor wie er zeker van wil zijn dat hij overal in huis goede wifi-dekking heeft, is een mesh networking set de beste keuze. Er zijn er inmiddels heel veel op de markt en we hebben er recent 21-tal uitgebreid getest. De resultaten van die test nemen we in deze video met je door. Nou, laten we misschien nog maar eens heel eventjes voor de mensen die niet meer exact weten wat zo'n mesh kit nou precies is, beginnen bij het begin. Het is een oplossing om ervoor te zorgen dat je echt overal in huis, wij spreken van de kelder tot aan de zolder, goede wifi-dekking hebt. Ja, exact. Daar waren natuurlijk al oplossingen voor in de vorm van repeaters en access points. Maar het grote verschil met een mesh kit is dat daarbij alle onderdelen met elkaar communiceren. Ja. En dus zowel aan de apparaten die je aansluit als met elkaar steeds vertellen wat de beste verbinding is. Dus je laptop maakt eigenlijk met het sterkste signaal verbinding. En als je van de ene naar de andere plek verplaatst, dan gaat het eigenlijk ook naadloos. Concreet, zo'n set bestaat meestal uit twee en vaker nog uit drie nodes in jargon. Nodes, ja. Ja. Dus je krijgt drie bijvoorbeeld van dit soort kastjes. Ja. Je zet er één op de begane grond, één op de eerste verdieping en eentje op zolder. Precies. Ze communiceren draadloos met elkaar. Ja. En inderdaad, zoals je zegt, als jij met je smartphone of je laptop rondloopt, die pakt altijd het sterkste signaal op. Mocht dat bijvoorbeeld op de zolder zijn, dan communiceert je laptop of je smartphone met die derde. En die derde die communiceert weer met de tweede. En de tweede weer met de eerste in je meterkast. En zo heb je overal goede dekking. Ja, en daar zit ook echt het grote verschil in de twee klassen multiroom wifi sets, zoals ze ook worden genoemd, die je hebt. Je hebt namelijk sets die hebben zeg maar een eigen communicatiekanaal, waarmee ze niks anders doen dan onderling met elkaar praten. Yeah. Ja, dat noemen we een dedicated backhaul in jargon. En je hebt sets die gebruiken een van hun twee radio's om met elkaar te praten, terwijl de andere verbinding houdt met een client. En die moeten dus steeds heen en weer schakelen. Ja, en je zegt inderdaad een van de twee radio's. Want we weten natuurlijk, er zijn eigenlijk twee soorten wifi. 2,4 gigahertz en 5 gigahertz. Ja. Ieder apparaat communiceert altijd op een van beide frequenties. 5 gigahertz heeft het over het algemeen het voordeel dat het wat sneller kan. Maar kan wel qua rijkwijde wat minder. Maar als je laptop bijvoorbeeld op 5 gigahertz met de node communiceert, gaat hij over het algemeen dan op 2,4 gigahertz praten met de andere nodes. Ja, bijvoorbeeld. En de manier waarop dat wordt geïmplementeerd, dat wisselt enorm. Want die radios kunnen ook heel snel schakelen, waarbij dus die 5 gigahertz afwisselend voor intern verkeer en voor met een client functioneert. Maar ja, de beste en ook duurste oplossing, dat zijn natuurlijk overwegend systemen die een eigen communicatiekanaal hebben. Maar aan de andere kant, je ziet ook dat er best wel goede prestaties uit de goedkopere sets te halen zijn. Ja. Nou ja, voordat we daarna gaan kijken, is het misschien wel aardig om even iets te zeggen over hoe dit eruit ziet. Want het is toch wel wat anders dan de doorsnee router. Ja, want eigenlijk de standaard router, die was eigenlijk qua design, ik zou bijna zeggen, bedacht om in de meterkast te zetten en de deur af te sluiten en er nooit meer naar te kijken. Terwijl dit soort kastjes, die we natuurlijk op verschillende plekken in huis neerzetten, die gaan vaak op plekken staan waar ze in het zicht zijn. En dus zorgen in ieder geval de meeste fabrikanten ervoor dat ze er nog op zijn minst een beetje aantrekkelijk uitzien. Ja, ja, routers zijn natuurlijk eigenlijk van oorsprong echt technische producten. Die komen uit de IT-sector en design is daar hooguit bedoeld om een heel specifieke doelgroep te appelleren. Maar dit zijn apparaten die moet je wel door je huis verspreiden. Dus noodgedwongen zijn de fabrikanten toch eens een beetje gaan nadenken, hoe moet het eruit zien? Dat zie je. Het is wit en in sommige gevallen ook behoorlijk plat. Het nadeel daarvan is dat je voor 802.11 AC heb je grote antennes nodig. Dus een ontwerp als dit is over het algemeen wat effectiever. Maar ja, dat springt weer meer in het oog. Ja. En dan heb je natuurlijk ook fabrikanten die Asus is een mooi voorbeeld. Die hebben ook nog sets met ouderwetse externe antennes in het zwart met goud. En dat valt ietsje meer op, zullen we maar zeggen. Nu zijn die mesh kits eigenlijk bedacht om de wifi-problemen, de wifi-dekkingsproblemen op te lossen die veel mensen hebben. Het lost eigenlijk misschien ook wel met de ontwikkelingen zoals we het hierover hebben qua design ook meteen een ander probleem op. Namelijk, je zei het al, de routers zijn van oorsprong echt technische producten die echt bedacht zijn door netwerkengineers. Ja. En die zijn door de jaren heen wel meer en meer geschikt gemaakt voor consumenten. Maar het blijft in de regel gewoon complexe dingen. Juist bij die mesh kits zijn eigenlijk bijna al die fabrikanten ook meteen gaan nadenken, hoe kunnen we dit nou zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken? Ja, precies. In zo'n router is bijna de videorecorder van de IT-sector kunnen noemen. Dus dat is voor de meeste mensen geen pretje om mee te werken. Ja. De meeste van die mesh kits die werken met een app en de mogelijkheden die je dan daarin hebt, die zijn meestal op een gegeven moment beperkt. Dus er zit dan een wizard in om het te configureren. Dat werkt eigenlijk bij al die sets ook prima. Dus je volgt die stapjes op je scherm en als je daar doorheen bent, dan werkt het gewoon. Dan kun je verbinding maken en heb je eigenlijk geen omkijken meer naar. De keerzijde is dat je dus bij de meeste van die sets ook niet heel veel kan doen. Dus wil je ingewikkelder dingen doen,
port forwarding, prioritering van verkeer, al dat soort zaken. Ja, dan ben je een beetje beperkt tot wat in die app kan. En dat is eigenlijk alleen al door het soort interface beperkter dan wat je kan doen in een, ja, in een webinterface van een router. Ja, tegelijkertijd, als dit allemaal termen zijn waar je er nooit van hebt gehoord, dan moet je daar dus ook geen zorgen over maken. Als je gewoon goed en snel internet in heel huis wil, exact, is zo'n kit vaak gewoon de beste oplossing. Ja, maar aan de andere kant, ja, er zijn dus echt concrete situaties. Een mooi voorbeeld is Chromecast Ultra. Die werkt niet altijd naadloos samen met zo'n mesh set. Die wil dan een specifieke frequentie hebben of een specifiek kanaal. Ja, dat kun je niet met al die sets instellen. Dan moet je dus een duurdere set hebben. Met name de Orbis van Netgear zijn op dat vlak echt onderscheiden zich en ook die van Asus. Ja. Daar kun je meer instellen, maar ja, dan moet je dus ook wat meer geld er tegenaan gooien. We zeiden al, we hebben er 21 getest. Dat doen wij hier in ons testlab op een speciale manier. Wij gebruiken een zogenaamde kooi van Faraday. Een afgesloten, ja, het ziet er van de uitkant bijna uit als een grote koelkast, maar... Ja. Een kleine ruimte waarin wij zonder storing van buitenaf netwerkproducten kunnen testen. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang eigenlijk getest in de open ruimte, waarbij wij zeiden van nou, dat is ook een beetje hoe je deze dingen in de praktijk gebruikt. Wat we dan deden was op drie verschillende dagen, op drie verschillende momenten, testen, resultaten middelen, maar we doen zo ontzettend veel test dat het gewoon echt per set anderhalve dag of meer kostte om een set te testen. Ja, wil je dan dus 21 sets testen, ga maar rekenen. Dat is eigenlijk niet te doen. En dan bleef het discutabel over hoe goed die resultaten echt wat zeiden over de prestaties. Want ja, je kan natuurlijk op ieder moment van de dag, er zijn zoveel apparaten hier in dit kantoor, dat ieder moment van de dag kunnen de resultaten weer verschillen. Ja. Dus ja, het was weinig wetenschappelijk, om het zo maar te zeggen. Nou ja, het was verdedigbaar, maar het was in elk geval Niet ideaal. Dus waarvoor we hebben gekozen is een kooi voor Faraday. Daar kan geen enkel signaal in doordringen. Iedereen die een les natuurkunde heeft gehad, die weet dat. Ja. Het nadeel weer is natuurlijk dat je dat in je eigen huis niet hebt. Want niemand woont in een kooi van Faraday. Al is het maar omdat je dan je telefoon niet meer kan opnemen. Ja. Dus ja, de resultaten die wij hebben, die geven een soort best case scenario aan. Wat wij daarin wel testen, en dat doen we met behulp van een zogeheten attenuator, is dat we het effect van afstand simuleren. Ja. Waarbij je dus kan kijken hoe de prestaties zijn over een langere reikwijdte. Ja, en dit doen we gewoon door de clients die we testen, de antennes die daar aanhangen, daar zetten we dit kastje tussen. Daarmee kunnen we het draadloze signaal letterlijk dempen. Precies. Waardoor je nou precies wat je zegt, afstand simuleert. Ja. Nou, we zijn natuurlijk gaan testen. In eerste instantie zijn we gaan kijken naar de prestaties van eigenlijk het basisstation. Zeg maar, een van de nodes fungeert altijd als router. Dat is degene waar je je internetverbinding inprikt. En dan gaan we gewoon kijken als jij dus met je laptop of welke client dan ook verbindt met dat basisstation, welke draadloze prestaties zijn dan te behalen? Ja, we testen feitelijk dan het ingebouwde access point. En ja, in principe zouden dit ook de best mogelijke resultaten moeten zijn per frequentie. Dus dit geeft een aardige baseline. Waar we vervolgens dan natuurlijk naar gaan kijken is hoe zijn de prestaties wanneer je via een node communiceert. En ja, dat meten we dan dus ook. Ja, zoals ik gezegd, we hebben 21 sets doorgemeten. Dus we gaan ze niet allemaal bespreken. Daarvoor hebben we een mooie geschreven review online staan. Wat je ziet is dat de duurdere sets overwegend bovenaan staan. Ja. Maar sowieso krijgen we natuurlijk pas de echte verschillen als we niet gaan kijken naar communiceren met de router. Maar als we gaan kijken naar hoe zijn de prestaties als we eigenlijk met de tweede node gaan communiceren. Ja, dus als die mesh-functionaliteit daadwerkelijk gaat werken als we ook onderling moeten gaan communiceren. Ja, dus en daar zie je dus dat de apparaten met een eigen dedicated backhaul, zoals dat dan heet in jargon, die presteren overwegend beter. Maar ja, die zijn ook wel toch wel duidelijk duurder. Ja. Dus ja, je ziet bijna eigenlijk het uiteenvallen in een hoger en een lager deel. En dat splitst aardig uiteen van welke wel en niet zo'n eigen radio voor onderlinge communicatie. Ja. Dus ja, dat is een beetje een budgetkwestie. Maar ja, goed, zo'n setje als hier ligt, het is de TP-Link Deco M5, dat is een setje zonder zo'n backhaul. Die presteert afwegend toch echt wel heel goed. Uiteindelijk zien we hier misschien wel onze zwaarste test, waarbij we tegelijkertijd communiceren naar verschillende nodes en dat ook op verschillende frequentiebanden doen. Dus we houden zowel de 2,4 als de 5 GHz tegelijkertijd bezig. Dus apparaten die niet nog een dedicated derde radio hebben voor die backhaul, ja, die moeten wel de hele tijd gaan schakelen tussen met de client praten en onderling communiceren. Ja, en dan lopen de verschillen echt flink uiteen. Zeker als je hier kijkt van 145 megabit per seconde bij deze Asus Lira, een wat oudere set van Asus, tot 713 megabit per seconde bij de TP-Link Deco M9. Dat zijn echt hele grote verschillen.
Ja, precies. En je ziet daar dus ook echt dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Want er zijn sets die kunnen, ondanks dat ze dus een backhaul missen, toch nog heel efficiënt die radio's inzetten door snel te schakelen. En daardoor merk je heel weinig van dat ze die backhaul niet hebben. Maar bovenaan zie je eigenlijk alleen maar modellen die dat wel hebben. Bijvoorbeeld nummer 2 op deze lijst. Dat is de enige kit die op dit moment op de markt is, die dus gebruik maakt voor AX-technologie voor de onderlinge communicatie. Dus heel veel bandbreedte tussen die twee nodes. Ja, dat is een kit van Asus. Ja, precies. En wat mij opvalt, is dat er één merk is wat wel echt consistent is in hoge prestaties. Dat is namelijk Netgear. Eigenlijk al die Orbis. Die staan hier toch inderdaad op plek 3, 4 en 5. Ja, Netgear was natuurlijk een van de eerste bedrijven die een werkende mesh set in de markt had. Dus die hebben een hoop ervaring. Sowieso is dat echt een bedrijf waarvan je wel mag verwachten dat ze dat goed kunnen maken. En dat kunnen ze dus ook, dat blijkt. Ja. Het zijn niet de goedkoopste producten. Zoals gezegd, in de review kun je alle testresultaten en deelresultaten zien. En bij de producten staat nog heel veel meer, maar die gaan we hier niet allemaal uitsplitsen. Maar het is wel aardig om eventjes gewoon aan te geven wat kwam er nou uit. Ja, laten we eens eventjes, en dan gaan we inderdaad kijken naar welke producten we hebben onderscheiden met onze awards. Laten we beginnen met de Innovation Awards. Dat gaat naar twee kits. En de Innovation Awards geven wij eigenlijk aan producten die echt op bepaalde manieren echt technologisch innoverend zijn. Maar tegelijkertijd ook wel wat ruwe kantjes hebben, waardoor we niet meteen zeggen, dit is echt meteen de beste koop. Ja, we beginnen met de Orbi Voice. Hartstikke mooi product. Kijk, het is een Orbi, we hebben al gezegd, die werken fantastisch. De gewone Orbi is eigenlijk nog net ietsje beter. En deze is aanzienlijk duurder, omdat er dus in één van die notes een complete smart speaker is verwerkt. Wat wel weer heel, heel leuk is, want die zet je waarschijnlijk nog wat vaker ergens op een toegankelijke plek in je huishouden neer. Ja. Dus die twee functies met elkaar combineren, dat vinden we echt heel slim gevonden. Ja. Leuk gedaan, maar je betaalt fors extra. Nou, meer over die functionaliteit staan natuurlijk ook in de geschreven review. We hebben er ook een aparte review van. Ja. En de andere set, die noemde je al, die Asus IE Match RT-AX92U. Ja, hoe kom je op de naamgeving? Die maakt dus gebruik van die nieuwe Wi-Fi 6 of 802.11ax, die nieuwe supersnelle wifi standaard om onderling te communiceren. Ja, en je ziet dus, dat levert hem ook een theoretische bandbreedte tussen de twee nodes op van iets van 4800 megabit. Dus echt supersnel, bijna 5 gigabit. Dat levert hem een hele hoge positie op. Aan de andere kant zien we dat AC-producten, sommigen in elk geval, het nog wat beter doen. Hij is ook behoorlijk duur. Twee nodes is bijna net zo duur als een 3-node set van andere merken. En die AX-communicatie is alleen onderling. Dus de communicatie met de clients, die loopt nog via wifi 5. Tof product. Ja. Heel mooi als je een van de snelste wil hebben. Maar het is niet echt de directe aanrader. Want we weten dat er heel veel AX Mesh clients of heel veel AX Mesh sets aan zitten te komen. Ja, dan de producten waarvan we eigenlijk wel echt zeggen, dit zijn echt ook aanraders om daadwerkelijk je geld aan uit te geven. Ja, laten we beginnen bij de Great Value Award. De award die we altijd geven aan gewoon producten die met een beperkt prijskaartje die wel nog altijd echt aan te raden zijn. Ja, en dan komen we uit bij de Deco M5 van TP-Link. Ja, het is inmiddels bijna gouden ouwe, want het is een van de oudere mesh sets op de markt. Maar hij doet het eigenlijk geweldig. Er is nog een goedkopere M4. Die is nog een paar tientjes minder, maar die is qua design eigenlijk wat minder huiskamervriendelijk. We hebben het over deze jongens, dit is de M5. Precies. Ja, dit zijn echt, dit plak je tegen je plafond en klaar, of tegen de muur. De M4 is net, hij is wel iets goedkoper, maar de prestaties zijn ook wat lager. Deze is gewoon voor wat je ervoor betaalt. En de prestaties die je krijgt, is die eigenlijk onverslaanbaar. Dus als je nog familieleden hebt die niet heel erg technisch zijn onderlegd en die wifi-problemen hebben, dan niet te veel geld aan uit wil geven, zeg gewoon koop deze kit en het is opgelost. Ja, wil je wat meer prestaties? We gaan even kijken naar onze Excellent Choice Award. Hiervan zeggen wij altijd, als een van onze beste vrienden zou opbellen en ons zou vragen welke moet ik hebben, dan vertellen wij wat de Excellent Choice Award krijgt. Ja, inderdaad. Als geld wel rekening mee gehouden moet worden, maar het hoeft niet voor het allergoedkoopst. De M9 is, zoals ik al eerder heb gezegd, een set met een dedicated backhaul. Je ziet, het zijn ook aanzienlijk grotere units. De antennes zijn groter. We hebben gezien, de prestaties zijn zeer goed. Het enige waar je met de M9 wel rekening mee moet houden is dat de configureerbaarheid beperkt is. Ja. Er zit niet een heel uitgebreide webinterface in. Dus wil je iets aanpassen in detail, dan kan dat er niet mee. Ja, en dat brengt ons eigenlijk vanzelf bij de Ultimate Award. De award die altijd gaat naar de producten die ongeacht de prijs eigenlijk gewoon echt het allerbeste zijn. En degene die als beste uit de test kwam, is dan uiteindelijk ook een Netgear, de Orbi RBX50. Ja, het huidige topmodel eigenlijk, wat in alle opzichten fantastisch presteert. Je kan er alles aan instellen wat je wilt. Het zijn wel wat grotere units, maar ze zien er nog heel behoorlijk uit. En het is inmiddels de zoveelste in een generatie, dus het is goed uitontwikkeld. Het is eigenlijk, er valt niks op aan te merken, behalve dat het
pittige prijs heeft. Duidelijk. Wil je het allemaal nog eens rustig nalezen? Link naar onze uitgebreide geschreven review van die 21 mesh netwerking sets staat in de beschrijving van deze video. Kon je onze video review waarderen? Geef ons een like op YouTube. En als je toch op YouTube bent, abonneer je dan direct op ons kanaal. En als je je abonneert, druk dan op de bel. Want alleen dan weet je het 100% zeker. Iedere maandag, woensdag en vrijdag nieuwe hardinfo video's op je YouTube timeline. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.